Hey, met mij. Leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Een nieuwe weekvlog is weer begonnen. En ik ga jullie weer meenemen op pad. We hebben van alles te doen en ik ga jullie even bijpraten. Yay, een nieuwe video. Dus het is vandaag dinsdag. Ja, ik begin maar gewoon een beetje random en dan vlog ik een paar dagen. Zo gaat het. Er gaat nog niet veel structuur in zitten in die weekvlogs. Maar dat komt misschien nog als ik de smaak echt te pakken heb. Ik merk dat ik nu nog vaak hem vergeet. Maar goed, het maakt niet uit. Ik ben mezelf mooi aan het maken, soort van. Tenminste, dat probeer ik. Er komt namelijk, ik heb vandaag een evenement in Amsterdam. Een soort party, lounge party van Huawei en Cosmopolitan. Die gaan iets met AR doen. En eigenlijk dat is alles wat we weten. Dus daar ga ik straks heen. En dat is best vroeg, dat is om 5 uur al. Tot 7. En ik moet daarvoor eventjes een fotootje plaatsen over San Quinn. Het is namelijk Wereld Bloedgeefdag of zoiets. Ik weet niet helemaal de Nederlandse bewoording. Maar het gaat erom... Zit je nou te piepen? Ik hoor een poes piepen. Het gaat erom dat mensen bewust maken van bloedgeven. Dus ik heb mijn rode pakje aangetrokken, vond ik wel grappig. Omdat het bloed ook rood is. En ik heb een San Quinn handdoek. Nikki heeft namelijk zo vaak bloed gegeven dat hij een handdoek heeft gekregen. Je krijgt namelijk, als je vaak bloed geeft, steeds een leuker prijsje. En Nikki heeft het al zo vaak gegeven dat hij dus een handdoek heeft. En ik dacht het is wel leuk om met die handdoek op de foto te gaan. Maar ik weet nog niet zo goed hoe. In ieder geval in dit pak en die handdoek, dat heb ik bedacht. Mocht je nou door deze video ook denken van ik wil ook bloed geven, dat doe ik helemaal niet. Ik heb nog nooit over nagedacht, bla bla bla. Dan kun je naar ikgeefbloed.nl gaan en daar kun je je aanmelden. En dan kun je een lijst invullen, denk ik. En dan gaan ze kijken of je inderdaad geschikt bent om bloed te geven. Als je bijvoorbeeld een ziekte hebt of zelf een keer een bloedtransfusie hebt gehad, dan zal je niet in aanmerking komen voor bloed te geven. Maar mocht je dat allemaal niet zijn en best fit zijn, dan is het misschien wel een goed idee. Het is echt, ik merk er nooit iets van. Het is echt helemaal niet intensief of dat je ziek ervan wordt of naar. Ik niet in ieder geval. Dus geef het een kans. Je kunt er heel veel mensen op redden, mee redden. Want het is 1 op de 4 mensen heeft wel eens bloed nodig. Dus dat is best een hoop. Nou ja, als jullie deze vlog zien is alles allemaal mooi natuurlijk. En is die bloedgeefdag, want dat is vrijdag, is al voorbij. Maar dat maakt niet uit, want iedere dag hebben mensen bloed nodig. Dus schroom je niet om niet bloed te gaan geven. Wat we nu dus gaan doen is even de haren in de krul, een beetje make-up erbij op. Want ik heb wel een beetje blote billen gezet. En dan gaan we beginnen. Aan de dag! Ja! Oké, ik zit even op de hashtag beachtowel te kijken. Ik vind deze wel echt heel leuk. En dat hier dan San Quinn staat. Ik heb hem meteen opgeslagen. Dus ja, dan moet ik wel even mijn bikini aan. Kijk, dit vind ik net iets te heftig. Ik heb hem ook opgeslagen. Ik vind hem wel leuk. Maar net iets te heftig met die billen. Dus dat ga ik niet doen. Ik denk dat ik hem zo ga doen. En dan hier een berichtje over... Ja... Over dat we bloed moeten geven met z'n allen om mensen te redden. Dat is wel leuk. Ja, ik denk dat dat hem gaat worden. Alleen, ik zit een beetje te twijfelen om de omgeving. Ik kan hem natuurlijk binnen maken, maar is niet zo leuk. Eigenlijk is het beter om buiten. Nu woon ik in de buurt van een meertje. Zal ik daarheen gaan? Speciaal voor die foto? Ja, is wel beter, hè? Ja, ik ga het gewoon doen. Dat is wel het beste. Zo mooi. Ik kan in de natuur zijn, hè? Ik wist niet dat hier koeien konden komen, maar... We kunnen gewoon hier de Rijn in. En daar zie je allemaal ganzen. Zo simpel leven hebben die koeien. Heerlijk. Nou ja, hier komt het gebeuren. Als ik door de branden niet eens heen kan. Als dit niet mijn bestraal is, dan ga ik die kant op. Overigens heb ik een rood pak aan. En die... Ik zit vast een stier bij. Dadelijk kom ze achter me aan. Hier kun je goed ontspannen. Ik ben hier nog nooit geweest, maar mooi. Oké, de foto staat online. Ik heb er een filmpje bij gemaakt. Helemaal dikke prima. Ja, is allemaal goed. Ik heb met mijn lens ingedaan. Ze zitten niet helemaal lekker. Dus dat ook. Nu is het wel tijd voor mij om naar Amsterdam te gaan.
Ik heb de hele ochtend gemist omdat ik kotsmisselijk op bed lag. Ik denk dat het komt door de pil. Ik had gisteren een nieuwe strip begonnen. En ik heb dat wel vaker volgens mij als ik een nieuwe strip begin dat ik zo super misselijk ben. Dus ik heb echt tot 12:30 moeten slapen. Want iedere keer dat ik wakker werd was ik nog steeds zo misselijk. En om 12:30 was het niet meer. Dus mijn dag begon zo laat. En nu heb ik echt heel veel dingen die ik moest doen niet kunnen doen. Zoals de vorige vlog editen. Maar dat komt allemaal wel goed. In ieder geval gaan we nu richting Amsterdam. En daar heb ik heel veel zin in. Dus positieve vibes op naar Amsterdam met de partywaggel. Ik ga er vandoor. Zo, ik ben aangekomen in Amsterdam. En ik wilde eventjes zeggen, want onderweg is wat gegeten. Want het is de loungeparty van 5 tot 7. Dus ik verwacht dat daar ook eten is. Maar ik had zo'n trek. Ik denk, ik kan daar niet natuurlijk alles op gaan eten. Dus ik had onderweg wat gegeten. En je bent vrijwel geforceerd als je weinig tijd hebt om te eten. Om naar de Mac te gaan. Nou ben ik een beetje op zoek naar gezonde, ja, minder calorierijk eten. Dus ik had kipnuggets genomen. Met niet veel saus. Dus dat is hoog in eiwitten. Het is wel vet natuurlijk, omdat het in de vet gebakken is. En ik had ook nog aardappelfrietjes. Zoete aardappelfrietjes. Dus dat is super lekker. Ik ga zo even berekenen hoeveel het nou daadwerkelijk is. Maar ik denk dat dit een best goed alternatief is. Voor als je een keer haast hebt en niet meteen super ongezond wil eten. Ik had gevraagd om mijn moeder mee te nemen. Dat mocht. Of in ieder geval, ik mocht een plus 1 meenemen. Maar mijn moeder kon helaas niet meer. Die kon eerst wel, maar vanavond is het afscheid van mijn oom. Ik heb gelukkig afscheid kunnen nemen toen hij nog in leven was. Maar voor iedereen die dat niet heeft gedaan, of die er niet bij was, die kon vanavond afscheid nemen. En daar wilde mijn moeder wel bij zijn, gewoon voor de familie. Dus helaas moest ik nu in mijn eentje hier naartoe. En ik zeg je eerlijk, ik vind het super, super spannend. Ik word er wel een beetje zenuwachtig van. Is vol, mijn kaartje is vol, dus ik ga niet zo lang lullen en ik ga jullie gewoon een mooie sfeershot geven van het evenement waar ik nu heen ga, dus enjoy. Heel fijn dat jullie hier allemaal zijn in Bar Kantoor. Wat mij betreft een van de fijnste plekjes van Amsterdam. Voor wie het niet weet, mijn naam is Josephine Kay en ik ben de hoofdredacteur van het mooiste merk ter wereld, Cosmopolitan. Hoewel ik een groot voorstander ben. We hadden een leuke goodiebag gekregen waar het nummer in staat van de AR. Je kunt dus deze codes scannen en dan krijg je haar in beeld op je telefoon. Superleuk. Ik sta ook nog in dit blad, maar dat laat ik zo zien. Maar er zat van alles in. Deze shaker mask. Ik weet niet wat dit is. Ga ik uitzoeken. En nog een masker. Met thee infusion. Een gratis drankje volgens mij is dit. Ja, er zit echt van alles in. Spulletjes. Een crampje. En nog een crampje. Ik weet het allemaal niet. En een pen, die vind ik wel heel leuk. Een Cosmopolitan pen. En een pin, die ga ik op mijn spijkerjasje doen. En nog iets. Oeh, vol fruit. Snoepje, die ga ik nemen. In het zwart voor de crematie, want die is vandaag. Nou, Nicky en ik zijn onderweg naar mijn ouders. De begrafenis zat erop. Of nee, crematie zit erop. Het was een mooi afscheid, vond ik. Ik vond de muziek heel goed. En de foto's waren ook heel mooi. Allemaal, het was gewoon echt een mooi afscheid. Dus het was leuk om mijn hele familie weer te zien. Ik zie die niet zo vaak, dus dan is het altijd wel leuk. Ook al is het dan bij een crematie natuurlijk niet zo leuk. Vervolgens hebben we even geshopt bij een sportwinkel. Daar heb ik een superleuk tennisjurkje uitgezocht van Björn Borg. Ga ik jullie nog wel laten zien in de vlog. En nu zijn we dus onderweg naar mijn ouders. En mijn broer en zijn vrouw komen ook. En die hebben vanochtend een echo gehad. En die weten
wat het geslacht van hun babytje in haar buik is. Dus ik ben heel erg benieuwd en kan echt niet wachten. En dat gaan we zo te horen krijgen. En ik vind het wel leuk dat ik nu weer vlog, want dan staat het lekker vast. De voorbereiding. Oké, is nog niet klaar. Nee. Maar mag iedereen het wel weten dan? Ja. Oh. Maar dit komt ook niet vandaag online. Ik zet één geld in. Daar gaan we geld. Ik heb toch niks in mijn portemonnee. Nee, gelukkig niet. Wat zou het worden, Mathia? Ik denk een meisje. Nee, ja, ik denk altijd een jongen, maar ook een meisje. Ik hoop een meisje. Maar ik zou Tini. Ik ga voor boy. Boy. Een meisje op. Maar ik ga een mooie jongen. Ja, als ik dan Harmen en Dax en Tissy zie, dan denk ik, oh ja, dat is wel leuk. Kun je wel lekker met stoeien en zo. Met die jongen. En ja, maar dat kan met meiden ook, ja. Weer knuffelen. Anita, wat gaat het worden? In die doos. In de kast. Een meisje. Waarom gaat het een meisje worden? Ah, dat hoop ik. Ah, oké. Okay. Nou, goed. Het is ook leuk als er een jongen komt, toch? Toch? Jongen vind ik ook. Ah, oké. Okay. Laten we dat ook maar opzetten. Hey. Maar bij hun hebben ze al een jongen en ik vind al een meisje. Een klasgid, wat denk jij? Ik zeg niks. Misschien weet het al. Auw. Oh. Jongen, wat denk jij, Nicky? Wat denk jij, Mathia? Word je oom of tante? Maar wat denk jij, Nicky? Ik denk dat het een meisje wordt. Nee, je zei net jongen. Nee, ja, oh. Ik zei meisje. Oh, oké. Okay. Ik kan het niet zien. Het bruist. Het roze. Oh. Nee, ik zie het nog niet. Nee, je kan niet. Nee, dan schenk je ze gewoon allemaal in. En dan moet je dadelijk een beetje schudden. Ja, ik... Blauw. Ja! Ja! Blauw. Oh. Oké, okay, Goedenavond, het is inmiddels donderdag en ik had weer zin om de vlogcamera erbij te pakken. Ik heb vandaag de hele dag gestreamd. Oh, die druktemaker. Ik heb dus de hele dag gestreamd en nu is het 7 uur. Nicky werkt tot 9 vandaag. Dus ik heb 2 uurtjes en ik heb zin om gewoon even het hele huis schoon te maken. En als ik dan tijd over heb, dat is 2 uurtjes, dan ga ik ook meteen aan de slag. Met wat stuff nog voor mijn stream. Of misschien voor het editen van vlogs. Ik ben helemaal in zo'n vibe van... Let's go, we gaan even rocken 2 uurtjes. Dus dat ga ik nu doen. En ik dacht... Ja, ik vind dat zelf wel heel leuk om te kijken in een vlog. Dus ik ga jullie lekker meenemen. Schoon. Ik ben echt super tevreden. Alleen het is wel 2 uur later. Dus mijn streamkamertje is nog wel een teringzooi.
Sorry voor mijn taalgebruik. Dus dat verschuiven we gewoon naar morgen. Ja, je moet jezelf ook niet te veel op de hooi op de vork nemen. Maar goed, dat was eigenlijk wat ik vandaag gedaan heb. Dus de hele dag gestreamd. Ik heb denk ik wel 8 uur gestreamd of zo. En daarna gewoon gepoetst. Ja, dat is soms ook het leven, hè. Dus ik zie jullie morgen weer. Oké, het is tijd om mijn merchandise op de foto te zetten. En dat ga ik hier doen. Ik heb een gordijn opgehangen, zwart. En dan ga ik dus hier de foto maken. Dus ik ga dat even allemaal opzetten. Dit is de setup. Lampje aan. Zo, en dan ga ik hier op mijn camera zetten. Wat ik nu dus ga doen. En dan wordt deze op de foto gezet. Dus dat is nu het plan. Alle producten die ik nu heb, staan er geloof ik nu op. Dus dat is mooi. Nu ga ik nog even wat foto's maken, gewoon voor mijn Instagram. Maar dan ga ik wel even iets fixen van dit. We hebben weer een lasagne gemaakt. Dit keer iets minder lekker, denk ik. Want het sausje, berichtje. Het sausje heb ik zelf moeten maken. Dus het was erg nattig. Maar goed, ik denk dat hij alsnog wel lekker smaakt. Hij is sowieso gezonder, want er zitten dus... Ja, geen pakjes en zo in. Dus alleen maar lasagne en zelfgemaakte saus.